donderdag 8 december, 2 dagen voor de Internationale Dag van de Mensenrechten, zal de Britse prominente filosoof Honora O'Neill de Mensenrechtenlezing 2011 houden. Op de Dag van de Mensenrechten vieren we dat op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd ondertekend. In haar lezing zal O'Neill echter niet de mensenrechten zonder meer bejubelen. Eigenlijk in tegenstelling. In haar lezing zal ze ingaan op de duistere en misschien ook de schaduwkant van de mensenrechten. Honora O'Neill werd in 1941 in Noord-Ierland geboren. Ze studeerde filosofie, psychologie en fysiologie aan de prestigieuze Universiteit van Oxford en schreef haar proefschrift aan de Universiteit van Harvard onder begeleiding van de beroemde Amerikaanse filosoof John Rawls. En net als sommige andere oud-studenten van Rawls, zoals Thomas Nagel en Martha Nussbaum, heeft ze een invloedrijke positie verworven binnen de moraalfilosofie en de politieke filosofie. Maar ook buiten het strikt filosofische werk heeft ze haar sporen verdiend. Ze is lid van het Britse Hogerhuis, de House of Lords, en heeft een aantal belangrijke bestuurlijke functies vervuld, zoals het voorzitterschap van de Britse Academie en de British Philosophical Association. Honora O'Neill heeft een zeer indrukwekkende lijst van boeken op haar naam staan, en in die boeken behandelt ze eigenlijk een hele brede waaier aan zeer moeilijke filosofische onderwerpen, van mondiale rechtvaardigheid en bioethiek tot de fundamenten van de moraal en het idee van vertrouwen. Zoals vertrouwen in gezagsdragers, in de media of in arts. Wat eigenlijk in al die boeken naar voren komt, is de invloed van haar vroegere promotor John Rawls en de filosofie van de bekende Duitse filosoof Immanuel Kant. Tot haar werken behoren de volgende werken, en ik behandel er kort 3. The Faces of Hunger uit 1968, waarin Honora O'Neill op indringende wijze en op basis van Kants cosmopolitische denken een pleidooi houdt om iets aan het prangende probleem van wereldarmoede te doen. In tegenstelling tot Kant blijft ze echter niet steken in het presenteren van abstracte universele principes. Wat ze probeert te doen is ook een ethische theorie te ontwikkelen over hoe we ethisch moeten redeneren als we nadenken over de toepassing van die abstracte principes in de concrete realiteit van de alledaagse dag. En dat laatste thema is ook het thema wat centraal staat in Towards Justice and Virtue, een boek uit 1996. En wat ze daarin laat zien, is dat er eigenlijk geen tegenstelling hoeft te zijn tussen aan de ene kant een denken over rechtvaardigheid, waarbij universalisme en abstract denken centraal staat, en aan de andere kant een filosofie waarin de concrete deugden van particuliere mensen naar voren komen. In A Question of Trust, tenslotte, gaat Honora O'Neill in op het idee van vertrouwen. Want wat is vertrouwen? Waarom is vertrouwen belangrijk? En zitten we in onze tijd werkelijk in een crisis van vertrouwen? Wat in al haar boeken echter direct of indirect aan bod komt, is een zeer kritische en tegendraadse benadering van de rechten van de mens. En dat is precies het thema dat ze op 8 december verder zal uitwerken. Want de mensenrechten zijn natuurlijk niet boven iedere twijfel verheven. De mensenrechten leiden niet noodzakelijk tot vooruitgang in het menselijk bestaan. En vandaar dat Honora O'Neill er juist op wil wijzen dat we ten aanzien van die mensenrechten een kritische houding moeten aannemen. Gezien de grote invloed van Honora O'Neill is het een hele eer dat ze komt spreken. Maar voor wie voorafgaand aan de lezing nog iets meer wil weten over de inhoud van haar werk, wordt op maandag 28 november een inleidend college georganiseerd, ook door het Zoeterweekprogramma. En voor beide gelegenheden bent u van harte welkom.